daar had ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Als je onlangs op Scheveningen bent geweest, dan heb je ze misschien al gezien. 75 grote bollen die verspreid liggen in de zee en op het strand voor het project Let's Dance. Let's Dance is eigenlijk, zegt het al, het is een soort tango tussen de mensen en de natuur. En de bollen die spelen met die natuur. Met app, zoals nu, zie je ze mooi liggen op het strand. Iedereen wandelt er langs en tussendoor. En over 2-3 uur komt de zee op, wordt het vloed. En dan dansen alle bollen letterlijk in het water. Let's Dance is meer dan alleen een kunstproject. Nou, het is sowieso interactief, want de mensen spelen ermee. De kinderen gaan erin, die klauteren op die bollen, die rollen ermee. Daarnaast kun je zien, staan de teksten op de bollen. We hebben een oproep gedaan om een wens te doen voor de zee. En die hebben we erop geschreven. Voor de kinderen is het een leuk speeltoestel. Maar wat vinden voorbijgangers ervan? Ja, grappig. Hartstikke. Ik vind het weer wat anders. Ik dacht, wat is dit allemaal? Dus vandaar. Het ziet er leuk uit. Het trekt heel veel mensen naar de zee. Mensen staan bij elkaar. En ik was even bang dat ze de zee in zouden rollen, maar ze staan vast gelukkig. Wat denkt u dat deze bollen betekenen? Ik dacht, het is misschien een soort reclame voor een of ander iets. Ik was aan het lezen, maar kwam er niet helemaal uit. Daar had ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Natte voeten. Heeft u misschien een boodschap die u wilt doen? Nou, veel geluk, veel gezondheid en dat het strand maar schoon mag blijven, toch? Nee, geniet van wat nu is misschien wel. Kijk wat er is. Neem je kinderen mee naar de zee. De 75 bollen zijn nog tot zondag te zien.